10 jaar, 120 maanden, 521 weken, 3652 dagen. 1 familie. Triple threat. Geprezen en gehaat, maar altijd eerlijk. Altijd onszelf. Altijd vooruitgang. Dat is wat wij doen. Begonnen op de straat, doorgegroeid tot de beste club van het jaar. Dat is wat wij zijn. Het hebben van ambitie, passie en visie. Zien wat anderen niet zien. In onszelf en ook in anderen. Dat is wat ons maakt. Gedragen door elkaar. De familie. Bedankt. Geluid ook goed? Geluid ook goed? Oké. Vijf. Nog een hele goede welkom alle kijkers op de livestream en natuurlijk namens onze hoofdsponsor Duck Agency. Weer een livestream vanmiddag, de wedstrijd Triple Threat tegen Dozy BV Den Helder. Ik sta hier met coach Dominic. We hebben even een week niks te doen gehad. Hoe hebben we de meiden voorbereid? Nou, doordat we natuurlijk niet hebben gespeeld, zijn we wat harder kunnen gaan trainen. En, we hebben eigenlijk elke training getraind alsof het een wedstrijd is. En dat is af en toe wel goed om het intensity een beetje omhoog te gooien. En dat is fijn. Ja, want vandaag speel je weer tegen een top 4 tegenstander. Ja. Aanstaande woensdag weer. Lona die staat om vijfde, maar tegen Landslake Lions. Dozy BV, de eerste wedstrijd. Ik heb er even nog gekeken. Helaas verloren met 79 tegen 61. Ja. Dozy natuurlijk, Courtney Treffers weer terug en Kiki Fleuren terug. Heb je daarop geanticipeerd? Ja, natuurlijk. Wij houden altijd rekening met het team dat ze op hun sterkst zijn. En vorige keer hebben we ook gespeeld tegen hun, dat ze op hun sterkst waren. En ik denk dat we de eerste helft leuk hebben kunnen basballen en dat we dat niet hebben weten vol te houden. Maar we verwachten dit keer wel beter te doen en hopen af te straffen op de zwaktheden die wij hebben gezien van hun. En onze zwaktheden wat meer te verbeteren eigenlijk. Ik zie een stijgende lijn bij Triple Threat de laatste week, gelukkig. Je maakt het, de goede ploegen maak het heel moeilijk. Zeker kan je mee tot zeker derde kwart, midden vierde kwart. Ik kijk als fan kijk ik ontzettend naar uit tegen de matchup Naomi tegen Courtney. Misschien Katie Bussy tegen Yannick van Veen. Ik hoop dat we gaan genieten. En aan jou het laatste. Ja, dankjewel. Ik geniet ook ontzettend van de wedstrijden. Ik denk dat het een hele leuke wedstrijd wordt. En hopen dat we een winst mee naar huis kunnen nemen vandaag. Nou, de punten hier blijven. Yes. Oké, heel veel succes, coach. En dan hebben we ook de bezoekende coach aan het woord, Mario Bennis. Nu even kijken, derde jaar bij Den Helder. Tweede jaar bij Den Helder. Mario, jullie staan op de derde plek. Goed begin. Toen even wat twee mindere wedstrijden, maar de laatste twee weer dik gewonnen. Tegen Lions en tegen de Martini Sparks. Vandaag tegen Triple Threat. De eerste wedstrijd 79-61. Triple had het jullie redelijk moeilijk kunnen maken. Wat denk je wat er vandaag geworden? Ik denk dat het vandaag nog lastiger wordt. Omdat ze, je ziet in de wedstrijd die Triple Threat speelt dat ze stijgende lijn hebben. Dus wat aan het begin van het seizoen is gezegd. Jonge dames die kunnen alleen maar sneller leren als dat de ervaren dames dat doen. Dus dat wordt gewoon een zware wedstrijd.
Nou, je hebt weer de beschikkingen tot Courtney Treffers en Kiki Fleuren. Ze waren natuurlijk even uitgeschakeld met betrekking tot het corona bij het Nederlands team. Als fan kijk ik ontzettend uit naar de matchup Naomi Hallman, Courtney Treffers. Wat denk je zelf? Ik denk dat ze elkaar niet zoveel gaan zien. Want de Court speelt op de 4 en ik heb ze Sanne natuurlijk die op de 5 speelt. En pas op midden. En Naomi staan nog op het veld, dan zal het bij triple threat zo zijn. Maar ik probeer Courtney niet zoveel met Naomi in contact te brengen. Oké, ja. Ik denk een hele goede set en misschien ook een sterke met betrekking tot ja, het sterke spel wat Courtney laat zien natuurlijk de wedstrijd dat ze meespeelde. Heel veel punten, veel rebounds. Ik zie ook twee jonge speelsters, Max en Lotte. Ja klopt. We zijn natuurlijk altijd heel zoom bezig om jonge lokale dames uit Den Helder ook te laten proeven aan de Eredivisie. Ja, ze zijn sinds dat we hier mogen trainen, hebben ze met ons meegetraind en ze zijn goed bezig, dus die gaan gewoon meedoen vandaag. Nou, super. Ja, je kan putten uit natuurlijk een heel goed onder 20 team natuurlijk. Hè. Ik zie Shalini ook hier in de tenminste op het veld staan. Ja. Twee geblesseerden, Leonie. Ik sprak Leonie net even en ze zegt ja, misschien weer iets te vroeg begonnen, maar in de training ging het even weer mis. En Zoe, wanneer verwacht je die twee weer terug? Ik denk na dit weekend, na deze wedstrijd zijn wij vrij. En dan is de volgende wedstrijd midweek in Groningen. Dus ik ga ervan uit Zoe dan mee gaan doen. En Leo denk ik 2 weken daarna. Dus die zal vlak voor de playoffs klaar zijn. Okay. Nou, ik als triple threat fan hoop ik dat de punten hier blijven. Als Dozy fan hoop ik dat jullie ze meenemen. Dus een gelijkspel kan niet. Dat wordt een lastig verhaal voor je vandaag, hè? Dat wordt een heel lastig verhaal. Ik heb ook wat fans uit Den Helder die livestream meekijken. Toch wens ik je heel veel succes, coach. Dankjewel, jullie ook. Dank je. Jaar, 120 maanden, 521 weken, 3652 dagen. 1 familie. Triple threat. Geprezen en gehaat, maar altijd eerlijk.
Altijd onszelf. Altijd vooruitgang. Dat is wat wij doen. Begonnen op de straat, doorgegroeid tot de beste club van het jaar. Dat is wat wij zijn. Het hebben van ambitie, passie en visie. Zien wat anderen niet zien. In onszelf en ook in anderen. Dat is wat ons maakt. Gedragen door elkaar. De familie. Bedankt. Voor toen, voor nu en voor later. Triple Threat betekent voor mij meer dan familie. Triple Threat is the place where I always feel welcome. Triple Threat is voor mij een plek waar ik al 10 jaar met veel plezier kom en waar iedereen zichzelf kan zijn. Is hier gewoon een familie en dat wil ik hebben voor mijn kind. Dat hij hier is en zich als een familie voelt. En Triple Threat is one family. It's great to be alive today. The whole world around us is breathing, buzzing. We're all getting better, faster, smarter. Everything we touch, touches us. Brands come alive when they've got a heart to love. When they speak up and take time to listen. Challenge and welcome challenges. Move and are on them. It's great to be a brand today, but technology has changed the game forever. Brands used to be built with campaigns. These days, brands are born from content and conversations, fueled by innovation, smart products and bold experiences. We believe in creating brands without boundaries. By fusing campaigns, content and conversations into a single big idea. A strong heart beats everywhere. Through mass media and social media, in the digital world and retail space. Because only living brands grow. Ik ben Alexander Westerhout en ik werk bij Rabobank Haarlem en omstreken voor de afdeling marketing, communicatie en coöperatie. Rabobank vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en zeker op een aantal thema's zoals ondernemerschap, verduurzamen en zelfredzaamheid. Wij doen dat door bijvoorbeeld zelf actief mee te denken, ons netwerk in te zetten. Ja, daar hoort ook zo nu en dan financiële ondersteuning bij. En dat kunnen wij doen omdat wij geen aandeelhouders hebben, dus wij hoeven geen winst uit te keren. De winst die wij hebben keren wij dan uit in de maatschappij. Ik zie ook heel duidelijk raakvlakken tussen het gedachtegoed van Rabobank en Triple Threat. Ze investeren in de toekomst, in de buurt, lokaal. Ze werken heel erg veel samen met andere partijen. Het is niet een gesloten club of vereniging die zelf dingen doet. Ze beseffen heel goed dat je gezamenlijk verder komt dan alleen. We vinden het fantastisch om Triple Threat. Je ziet het, hè? Ik ga meteen lachen om Triple Threat te ondersteunen, omdat we dat zo heel erg van nu vinden. Het is zo heel erg van onderop is dat opgebouwd. We doen heel veel met Triple Threat, niet alleen op basis van sponsoring, maar juist ook als wij een opdracht hebben om iets te doen met producten voor onze doelgroep jeugd. Nou, dan zetten wij Triple Threat in om dat te doen. Er zit gewoon heel veel professionele kennis die wij ook heel graag willen gebruiken. Dus het is superleuk dat een van de leden van Triple Threat nu bij ons op de bank werkt. Triple Threat heeft sinds kort ook een bus. Dan kun je zeggen, goh, wat is daar belangrijk aan? Ja, er is gewoon op een gegeven moment ook een stuk vervoer nodig. En dat is niet alleen maar om van A naar B te komen, maar het is ook het idee dat je gezamenlijk ergens instapt, gezamenlijk ergens naartoe gaat en het naar de wedstrijd toe werken. Nou, het is hartstikke mooi dat wij daar een bijdrage aan kunnen leveren en heel belangrijk.
Mijn naam is Robert Kist, ik ben bijna 53 jaar en ik werk al 11 jaar bij Tijboud Letselschade. Mijn naam is Wouter Hensbergen van Tijboud Letselschade. En wij zijn een kantoor dat zich bezighoudt met de behartiging van de belangen van slachtoffers. En wij proberen altijd maatwerk te leveren en het zo goed mogelijk te doen voor het slachtoffer. En met name op financieel gebied. Dat doen we dan een pleister op de wond. Want genezen kunnen we ze niet, maar we kunnen ze wel helpen bij het verhalen van hun letselschade. De raakvlakken tussen Tijboud en Triple Threat, ik denk dat het gaat om het maatwerk, persoonlijk contact en opkomen voor de belangen van de zwakkeren in dit geval. Dan iets andere insteek, maar dat is denk ik wel de basis. Waarom zijn we partner geworden van Triple Threat? Omdat wij onder de indruk zijn van jullie performance, hoe jullie de jeugd helpen zichzelf te ontplooien. En dat spreekt ons aan, ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij sponsoren het busje dat jullie gebruiken om de sporters naar de verschillende locaties te brengen en ook naar de scholen. En ons logo wordt daarop vermeld. En nou ja, daar hopen we een steentje aan bij te dragen aan jullie verdere ontwikkeling. Hou je van uitdagingen? Ben je leergierig en een teamplayer? Bottelier zoekt jou. Door samen te slopen maken we ruimte voor een betere leefomgeving. Op te bouwen door af te breken. Ik zit 4 van de 5 werkdagen op deze kraan en werk ik mee met de sloop. De andere dag zit ik op het Delta College in Zwolle waar ik leer over slooptechnieken en doe ik technische kennis op die ik daarna kan toepassen in de praktijk. Tijdens mijn werkleeropleiding word ik bij Bottelier erg geholpen door mijn collega's. En dat is fijn, want ik heb soms extra hulp nodig. Op 18-jarige leeftijd ben ik als handsloper bij Bottelier begonnen. Na het doorlopen van de verschillende afdelingen binnen het bedrijf ben ik uiteindelijk beland op de projectvoorbereiding. Naast projectvoorbereiding houd ik mij ook bezig met acquisitie. Test? Ja. Volgens mij zijn we in business. Een hele goede middag bij de livestream van Triple Threat. En vanmiddag hebben we de wedstrijd Triple Threat tegen Dozy BV Den Helder. Dozy BV Den Helder staat momenteel op de derde plek. Wij staan op plek 8, dus dat is nog net een play-off plek. Weer een top 3 of een top 4 team wat we treffen. En aanstaande woensdag spelen we tegen Landsleek Lions. En die staan op plek 5. Dus ja, die willen ook graag natuurlijk mee doen met de play-offs. Dus die willen er alles aan doen om ook te winnen. Vanmiddag tegen Dozy. De eerste wedstrijd helaas verloren. Konden lang meelopen. 79 tegen 61. En we gaan nu de spelers aan u voorstellen. Yeah.
Doet hij het nu? Ja. Oké, en we zijn weer op de livestream. De teams zijn voorgesteld en ze hebben de line-up met de twee teams en de scheidsrechters. We hebben vanmiddag de scheidsrechters Lopke Schreuder, Rokan de Hing en Patrick Wassink. En er wordt hier van alle kanten gefilmd. En we hebben natuurlijk ook een paar vaste, sowieso vaste kijkers. Dat zijn natuurlijk de moeder van Janine Wilma. Helemaal in Katwijk. We hebben natuurlijk onze Tess, zusje van Roos, die een vaste, nee, niet de zusje van Roos. Zusje van Jamie. Ja. Zusje van Jamie, Tess die zit te kijken, een vaste trouwe kijker. En mijn maatje Ed Treffers, helemaal in Den Helder. Nee, Julian de Dorp, sorry. Hij is van de week, was hij jarig en hij is gepensioneerd. Na zoveel dienstjaren mocht hij gaan genieten, mag hij gaan genieten van zijn pensioen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dat deed hij eigenlijk al de afgelopen paar jaar natuurlijk. Want ja, als je natuurlijk in de beveiliging zit bij de marine. Ja, dan wordt een onderzee meenemen is niet zo makkelijk. Dus hij had het een hele mooie baan had hij aan de poort. Dus Ed, geniet maar van je pensioenman. En natuurlijk Dennis, maar mijn vaste maatje uit Den Helder. Die ook zit te kijken hopelijk. Nou, we staan dan ervoor. Aan de vooravond wou ik zeggen, maar we gaan zo beginnen de tip-off met nog anderhalf minuut spelen. Twee teams in elkaar gewaagd zijn. Triple Threat, die een hele goede lijn heeft ingezet een aantal wedstrijden geleden. Met de top 4-5 heel moeilijk kunnen maken. Zeker mee kunnen komen tot en met het vierde kwart. Nou, coach Dominique zei, we hebben natuurlijk een week niet gespeeld. Dus we hebben heel veel scherp kunnen trainen, hard kunnen trainen. Coach Mario vertelde me dat hij heeft twee geblesseerden nu. Dat zijn Zoe Slachter en Leni Plagmeijer. Hij heeft twee jeugdspeelsters nu ingebracht van 120. Max van Lingen en Lotte Torenstra. En met die 12 gaat hij het doen. En terugkeer van Kiki Fleuren en Courtney Treffers. En ik zei hem, ja, ik kijk uit naar de matchup Courtney Treffers tegen Naomi Halman. Hij zei, nou, die gaan elkaar weinig zien, want ik heb Courtney op de 4 gepositioneerd. Waar natuurlijk Naomi normaal standaard op de 5 speelt. Dus dat zal betekenen dat Courtney veel inside zal gaan en naar triple om daar de verdediging op aan te passen. Zodat Courtney, die toch redelijk zo'n 17 punten gemiddeld scoort, om daar een beetje van af te halen. We gaan kijken de starting 5. En ik had ze al een beetje ingevuld voor beide teams. En ik zie inderdaad Courtney Treffers klaarstaan. Ik zie Sarah Curran, Yannick van Veen, Maaike de Klein. En ik had Kiki ingevuld, maar dat wordt dus nu Sanne van Poelgeest. Sanne van Poelgeest is dat. Annick van Schijndel. Annick van Schijndel start in de basis. Ja, is dat stil inderdaad? Ja. Het beeld staat stil. Schakel even naar. En we hadden een stilstand beeld, maar een beetje wiebelend beeld. En de tip-off. En de bal is in bezit van Dozy BV Den Helder. Maaike Klein. Ja, staat stil, ja. En een blok van Naomi Halman op Sanne van Poelgeest. Iris Venema neemt over met een drive naar de basket. Ze wordt afgestopt door Sarah Curran. En die maakt haar eerste persoonlijke fout. Sarah Curran, eerste persoonlijke fout. Eerste teamfout natuurlijk.
En we hebben balbezit aan de achterlijn voor Iris Venema. Katie Bussy opzet met Naomi Hamann. En Naomi, ja, mooie. Ah, ze had eigenlijk omhoog moeten gaan. En de eerste drie punten, helaas. Iris Venema wordt gemist. En bal bezit nu voor Dozie. Sam van Poelhees wordt gezocht in de paint. Maaike Klein. En van buiten drie punten van Yannick van Veen. Rebound is voor Iris Venema. En die maakte gelijk van coast to coast. En de eerste punt voor Triple Threat. Iris Venema. Dat is een mooi begin van Iris. Yannick van Veen die weer opbrengt. Sarah Curran. Courtney die een blok zet. En dan toch de matchup met Naomi. En ze past naar midden Sarah Curran. Klein schotje. En de eerste rebound voor Naomi Hamann. Paas mooi uit naar Iris Venema. Janine Guit op de driepuntlijn. Helaas. En ze miste. En basket. En net. En bord. Maar de bal wordt uitgetipt door Den Helder. Dus balbezit voor Triple Threat. Iris op Naomi en terug naar Iris. Ja, mooi. Tweede score voor Iris Venema. En Iris komt op 4 punten. En een steal van Janine Guit met de snelle handen. En oeh. Ik had, maar ja, ik heb nooit gebasketbald, dus dat is lastig. Ik had naar boven gegaan als ik Katie was geweest. En we hebben een eerste time-out door de coach van Den Helder. Die een beetje, denk ik, overdonderd is door het snelle spel van Triple. En zeg maar de gemiste schoten aan de kant van Den Helder. Als we even kijken naar de stats van dit seizoen. Wat zijn qua tegenstand de speelsters waar we moeten gaan letten? Qua 3 punten denk ik natuurlijk Kiki Fleuren. 3 punten percentage van 37%. Yannick van Veen 45%. Maaike Klein 36% en Max van Lingen 30%. Sarah Curran 37% en Courtney staat op 40%. 2 uit 5, 40%. Voor Kort is dat dan natuurlijk een hele mooie score. Aan de kant van Triple Threat qua 3 punters. Ja, natuurlijk Iris Venema, Katie Bussy en Claire. Ja, 1 uit 2, dus die heeft wel 50%, maar toch 50%. Katie 20 van de 55 en dat is 36%. Qua punten natuurlijk, ja, Naomi Hamann. 31 punten per wedstrijd gemiddeld. Even kijken, Courtney Tressen 27 punten per wedstrijd. Dus dat wordt een hele mooie middag. En we gaan verder met balbezit voor Iris Venema aan de achterlijn. Wacht even tot de tijd uitgelopen is van de time-out. En de scheidsrechter geeft de bal vrij. En we kunnen weer. Iris zocht even naar Naomi, maar Katie draait naar binnen. Naomi in de paint. Ja, draait om Sanne van Poelgeest heen. En een fout van Sanne van Poelgeest. Dat is de derde teamfout van Den Helder. En we hebben weer Iris Venema met balbezit. Katie wordt vrijgezocht en gevonden. En weer naar binnen naar Naomi. Ze gaat toch de matchup met Sanne van Poelgeest aan. En er wordt gedubbelteamd. Sarah Curran die de bal stript van Naomi. En een schotje van Sanne van Poelgeest. En de rebound is voor Aniek. Een hele goede rebound. Het was een beetje een slap schotje van Sanne. En Katie draaide binnen. 3 punten voor Iris Venema, ja, de eerste 3 punten van de wedstrijd. En we staan op 7-0. Iris een hele sterke start, het eerste kwart. Yannick van Veen zoekt Courtney Treffers. En er wordt een fout gemaakt op Courtney, dus ze kon niet vrij uitscoren. En de fout was van Iris Venema. En dat betekent 2 maal voor Courtney Treffers.
doet Koort van de Vrijworplijn dit seizoen 52,6%. Is dat aan de lage kant voor haar? En de eerste die gaat erin. Dus dat is het eerste punt voor Dozy BV. En we gaan kijken naar de tweede vrijworp. Kort niet ruffers. En de tweede gaat mis. En de rebound was voor Naomi Hamman. Paast uit naar Katie Bussy. Naomi komt mee helpen in de opbouw. Katie neemt over. En er is veel beweging aan de kant van Triple Threat. Veel beweging op de driepuntslijn. En een hele mooie paas. En oh, die had er toch een beetje wel ingemogen. Dat was een hele mooie assist van Naomi Hamman op Iris Venema. Helaas missen de V-punten. En we hebben nu Yannick van Veen. Met een blok van Courtney. Paast uit naar Maaike Klein. En Maaike van haar afstandje scoort ze de eerste twee punten voor Maaike. Met een stand van 7-3. Katie dribbelt de bal op. Zoekt weer Naomi Hamman in de paint. En Iris Venema met een... De bal draait via de ring eruit. Rebound is voor Courtney Treffers. Sarah Curran de bal. Courtney zal waarschijnlijk 1 op 1 naar de basket gaan. Ja, met een spin. En de score voor Courtney Treffers. Komt op 3 punten. Katie de bal weer op. Naomi wordt gezocht aan de 3 meter lijn. We hebben een aanvallende fout voor Aniek van Schijndel. Offensive foul. Dat betekent tweede teamfout. Eerste persoonlijke fout voor Aniek. Aniek van Veen. Ten opzichte van Janine Guit. Vroeger speelden ze allebei in het nationale jeugdteam. Onder 16, onder 18, onder 20. En balverlies was voor Sanne van Poelgeest. Het werd daar heel moeilijk gemaakt, dus balverlies. En Iris Venema die gaat op de achterlijn in worden inspelen naar Katie Bussy. We spelen 4 minuten. En Janine... Katie Bussy, 3-puntslijn. Aniek van Schijndel zet een blok. En Janine Guit met een drietje. Nee, helaas. Rebound is voor Sarah Curran en nu voor Sanne van Poelgeest. En ja, dat is niet zo moeilijk. Courtney Treffers komt op 5 punten. En we hebben een gelijke stand 7-7. Naomi Hamman wordt weer gevonden. Proberen. De inside op Iris. Aniek. En dan Iris Venema met een 3 puntjes. Ja, de tweede 3 punten. En Iris komt op 10 punten. En is dus verantwoordelijk voor alle punten van Triple Threat dit kwart tot nu toe. Weer een mooie matchup. Yannick tegen Janine. Ja, en een afrollen. En een mooi blok afrollen op Sanne van Poelgeest. Een heel mooi blok van Naomi Hamman. En we hebben Katie Bussy. Paas was niet helemaal zuiver. En er werd een fout gemaakt door Katie Bussy op. Courtney Treffers. Katie Bussy, eerste persoonlijke fout. We zitten in 3-10 fouten. En we krijgen een wissel aan de kant van Den Helder. Sanne van Poelgeest wordt gewisseld voor Femke Slim. Femke ook weer terug sinds lange tijd. En Courtney mist de eerste vrijworp. En dan had ik beloofd om in de 5e minuut een aankondiging te doen. Een trouwe kijkster, Andrea de Vries. Dus een trouwe fan. En die wordt vandaag 50 jaar. Dus van deze kant van harte gefeliciteerd. Ook namens de vader van Roos en mij. En Courtney mist de tweede vrijworp. En de rebound is voor Iris Venema. Andrea nog van harte gefeliciteerd met je 50ste. Naomi Hamman gevonden. Janine wordt gezocht. Speelt wordt vrijgezocht. Katie Bussy. En een hele verre 3 punten. Nee, de rebound is voor Sarah Curran. Katie moet nog even de vizier scherp stellen voor de 3 punten. En we hebben de matchup Janine tegen Yannick. Maaike, Sarah Curran. Yannick van Veen.
Er wordt een blok gezet om Courtney vrij te spelen, maar Naomi zit er bovenop. En bijna een steal. Hele mooie tip van Iris Venema. Goede defense. Wissel aan de kant van Triple Threat. Aniek van Schijndel. Zij wordt vervangen door Fleur Bastiaanse. En aan de kant van Den Helder komt Kiki Fleuren in het veld voor Meike Klein. Balbezit voor Den Helder. Sarah Curran paast in op Yannick van Veen. En Courtney Treffers. Nee, dat was een airball. Sorry Ed, maar dit was een airball. Onze regisseur zit te lachen. Ik mocht de term airball eigenlijk helemaal niet meer gebruiken, maar dit was echt een airball. Katie Bussie die weer voor de bal opbrengt voor Triple Threat. Wordt weer gezocht naar Naomi Hallman. En toch, Courtney Treffers. En een hele mooie move voor Naomi Hallman die 2 punten noteert. En een tussenstand van 12-7. Kiki Fleuren, Courtney Treffers. Kiki Fleuren zoekt ook de 3 punt. Nee, het is Femke Slim, de 3-punter. En die gaat erin. Femke Slim. De eerste 3 punten voor Femke. 3-punter. 12-10. En we zitten in minuut nummer 7. Janine Guit. En die gaat alleen op zoek naar de basket. En een hele mooie drive. Janine Guit, zoals we haar kennen. Eerste 2 punten voor Janine. En gelijk weer in de defense naar Yannick van Veen. Kiki Fleuren. Krijgt een blok van Sarah Curran. Paast uit naar Courtney Treffers. En ja hoor. 2 uit 5, dat wordt 3 uit 6. 50% 3-punt scoren voor Courtney Treffers. En Courtney komt op 8 punten. 14-13. Weer wordt Naomi gezocht. En ja hoor, toch weer Courtney Treffers tegenover haar. Ah jeez. En de rebound is voor Courtney Treffers. En paast uit naar Sarah. En naar Femke Slim. En Femke scoort. Femke komt op 5 punten. En de eerste voorsprong voor Dozie BV Den Helder. 14-15. Ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Mooie defense beide kanten. Mooie drives naar de basket. En Katie Bussie. En nu Naomi Hallman met een schotje. De 2 punten erbij van Naomi. Zij komt op 4 punten. En de bal, oh, hoe ze de bal nog wegkreeg, onvoorstelbaar, Yannick van Veen. En de rebound was voor Sarah Curran. En Sarah had een aanvallende rebound en die scoort haar eerste punten. En we hebben nu een time-out aan de kant van Triple Threat. It's great to be alive today. The whole world around us is breathing, buzzing. We're all getting better, faster, smarter. Everything we touch, touches us. Brands come alive when they've got a heart to love. When they speak up and take time to listen. Challenge and welcome challenges. Move and are on the move. It's great to be a brand today, but technology has changed the game forever. Brands used to be built with campaigns. These days, brands are born from content. We zijn weer terug in de Spaarnhal hier in Haarlem bij de wedstrijd Triple Threat tegen Dozie BV Den Helder, de livestream. Mijn naam is Ed Sapij en ik verzorg de livestream voor Triple Threat. Ook mede mogelijk gemaakt natuurlijk onze grote sponsor Cook Agency. We hebben net een time-out aangevraagd door de coach van Triple Threat. Hij ziet een aantal hele goede aanvallen. En in het begin de defense was heel mooi. Maar Dozie men in de aanval kreeg nu een klein beetje de overhand natuurlijk. Onder leiding van Courtney Treffers. Fleur
Bastiaanse gaat de bal innemen. Oké, die busje gaat weer de opbouw verzorgen. En we hebben, even kijken, Claire Heerman. Twee punten. En zij komt op vier punten. En dus een klein gaatje van drie punten in het voordeel van Doji BV Den Helder. Katie Bussy op Naomi. Er wordt weer naar binnen gezocht. Fleur Bastiaanse, driepuntslijn. Dat is niet goed. Probeert alleen te gaan met haar schotje. Ja, 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 ja. Heel mooi, heel mooi. Janine komt op vier punten. 18 tegen 19. Kiki Fleuren tegen Katie Bussy. Er wordt gezocht naar Yannick van Veen op de driepuntslijn. Maar gaat toch naar de basket. Kreeg een heel klein duwtje van Fleur. En dat betekent een persoonlijke fout voor Fleur. En dat is haar eerste persoonlijke fout. En dat is de 14 fout. En dat betekent twee vrijworpen voor, het was een schotpoging, twee vrijworpen voor Yannick van Veen, die toch redelijk zeker is op de vrijworplijn. 71% dit seizoen. De eerste gaat er ook in. En het eerste punt voor Yannick. En ze staat klaar voor de tweede. Amber Leeuwenkewessie, die zit klaar om in te vallen bij Dozy. En de tweede gaat ook raak voor Yannick van Veen. Op twee punten. En ze wordt vervangen door Amber Leeuwenkewessie. En we zien gelijk een press van Den Helder. Kijken hoe Triple zich hier onderuit speelt. In Groningen of in Utrecht was dat geen goed succes. Dit wordt heel goed opgelost. Ja, natuurlijk ook. Ze zijn wat meer ervaren. Yannick en Katie. Het schotje van Naomi ging helaas op de ring ging eruit. Oeh. Volgens mij ging hij via Claire tegen de hand van Amber. Maar... balbezit is toch voor Dozy. Sarah Curring krijgt de bal van de scheidsrechter vrijgegeven. Amber Leeuwenkewessie, nu de guard naar Kieke Fleuren. Zo. En Naomi, zo. Die slaat twee spelers knock-out. Dat zie je niet vaak. Ze hingen allebei aan de arm van Naomi. En Naomi is natuurlijk sterk. En Kiki was daar moest het onderspit delven. Even kijken, Kiki kreeg de persoonlijke fout. Kiki Fleur, één persoonlijke fout. Vierde teamfout ook nu voor Den Helder. En we hebben een wissel. Courtney Treffers gaat even rusten. Ze wordt vervangen door Sanne van Poelgeest. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. Van het eerste kwart. Naomi Hamman vrijgespeeld door Katie. En we zoeken weer naar Katie op driepuntslijn. Maar Naomi wil toch gaan. Helaas. Rebound is voor Sarah. En dan waarschijnlijk krijgt Kiki het laatste schot. Ze is op zoek naar het laatste schot. Met nog 5, 4. Ja. Nee, en er was een klein tipje van Fleur. En Naomi die had de rebound. En we gaan het eerste kwart eindigen met de tussenstand 18 tegen 21. En we gaan even naar de reclame. It's great to be alive today. The whole world around us is breathing, buzzing. We're all getting better, faster, smarter.
Everything we touch, touches us. Brands come alive when they've got a heart to love. When they speak up and take time to listen. Challenge and welcome challenges. Move and are on them. It's great to be a brand today, but technology has changed the game forever. Brands used to be built with campaigns. These days, brands are born from content and conversations, fueled by innovation, smart products, and bold experiences. We believe in creating brands without boundaries. By fusing campaigns, content, and conversations into a single big idea. A strong heart beats everywhere. Through mass media and social media, in the digital world and retail space. Because only living brands grow. We zijn weer terug hier in Spaarnhal in Haarlem. Voor de wedstrijd Triple Threat tegen Doosje BV Den Helder. We hebben net eerst de kwart afgesloten. Tussenstand 18 tegen 21. En aan de kant van Triple. Hier is Venema met 10 punten. Zinning met 4 en Naomi met 4. En aan de kant van Doosje BV Den Helder. 8 voor Courtney, 4 voor Sarah, 5 voor Femke. 2 voor Jeroen en 2 voor Maaike Klein. En Stiel. Niet al het beste paard van Naomi. Stiel van Kieke Fleuren, die gaat alleen. En Claire Heeman maakt het persoonlijk fout. En dat is haar eerste persoonlijk fout. Ik denk niet dat het tweemaal is, maar zij kan, denk ik. Ja, zij kan. En Femke Slim gaat de bal innemen. Eerst nog een wissel, Zinnie Guit krijgt even rust en wordt vervangen door Iris Venema. En ook nog in het veld gekomen bij de Triple Threat, Bien Hartman. En de schotklok moet even gereset worden. Twintig seconden. Amber Leverke Bessie. Balbezit, paas naar Kiki. Gaat niet voor het schot, maar denk ik voor de drive. Paast af naar Amber. En Maaike Klein, balbezit. Maaike, het schotje van Maaike. Oeh, wat een lucky. Maar ook die tellen. Dus Maaike scoort en komt op 4 punten. Katie Busje in de opbouw, hier is Venema. Krijgt een mooi screen van Naomi. En Naomi denkt, laat ik maar schieten. En de rebound was voor Katie Bussie. Oh, hier is Venema met de aanvallende rebound. Tien Hartman speelt uit naar Naomi. Geeft over aan Katie. En dat gaat verslaan. Ja, hier is vrij gespeeld op 3-puntlijn. Nee, en de rebound is verstandig op Boelgeest. Hier is natuurlijk al met 2 3-punters. Kiki Fleuren, balbezit Maaike Klein. Speelt naar binnen naar Femke Slim. En Femke draait om Tim Hartman heen. En Femke scoort. Femke komt op 7 punten. En een klein gaatje van 7. Dus nu zorg voor Triple Threat om nu wel te scoren in de aanval. En het gaat niet al te groot te laten worden. Naomi wordt niet. Er wordt voorlopig gesloten. Misschien dat ze haar pivotvoet toch net iets had verzet. Scheidsrechter keek er heel erg naar. Maar goed, balbezit weer voor Dozy. Amber Leuke Bessie. Paast uit naar Maaike Klein. Maakt een fakeje en een schot. Nee, de rebound is van Naomi Hamman. Keek die Bussie in de transition. Hier is Venema. Zo, ik wou zeggen dat is toch een fout scheids. En er wordt ook voor gefloten. Kiki Fleuren krijgt de persoonlijke fout. Tweede persoonlijke fout. En Femke Slim, zij wordt vervangen door Sarah Curran. En bij Triple Threat, Clay Heerman, zij verlaat het veld voor Roos Warmenhoven. De eerste minuten voor Roos in deze wedstrijd.
Hier is paas naar Naomi. Zoekt weer Katie. Wat gaat het spelletje worden? Waarschijnlijk inside naar Naomi. Nee. Pien Hartman. En paast af naar... En het schotje van Naomi. Ja, dit keer wel. Komt op 6 punten. En de eerste punten voor Triple Threat dit kwart. Verschil teruggebracht naar 5. Kiki Fleuren aan de bal. Paast uit naar Maaike Klein. En die laat de bal over aan Amber Leukebissie. Kiki voor een 3 punten. Nee, vierde ring eruit. Rebound Roos Warmenhoven. En snel uitgepaast naar Iris Venema. En Naomi wordt weer flink op de huid gezeten door Sanne van Poelgeest. En Sanne kan niet anders dan een persoonlijke fout maken. En dat is haar tweede persoonlijke fout. Ook de tweede teamfout. En het was een schotpoging van Naomi. Dus staat aan de vrijworplijn. Nou, wat doet Naomi vrijworp dit seizoen? 58,3%. Dus één van de twee moet dan minimaal erin gaan. En de eerste gaat sowieso erin. Komt op 7 punten. En hopelijk gaat de tweede ook. Dan wordt het gaatje weer in plaats van 4 naar 3. En de tweede gaat er ook in. Komt op 8 punten. En dan verschillen we terug naar 3. Een wisseltje aan de kant van Den Helder. Courtney Treffers komt terug in plaats van Sanne van Poelgeest. Dus dan zal Courtney toch weer op de 5 gaan spelen. En toch weer Naomi Hammond tegenkomen. Kiki Fleur in de opbouw. Krijgt een screen van Courtney Treffers. Wordt vrijgespeeld in de hoek. Maaike Klein. En via de ring eruit. En de rebound is van Naomi Hammond. Het aantal rebounds heb ik even niet bijgehouden. Maar dat krijgen we waarschijnlijk zo met de stads. Die zit toch ook weer op, denk ik, 5, 6, 7 rebounds. Katie Bussy speelt zelf vrij op de 3. Helaas. Vierde ring eruit. Rebound was voor Amber Leeuwenke-Bessie. Amber van Kiki Fleuren. Terug naar Amber. En die wordt op de huid gezeten. En Courtney Treffers met een schotje wat een beetje gelukkig valt. Maar ja, hij telt. Courtney komt op 10 punten. En het verschil weer 5 in het voordeel van Dozie. Katie Bussie in de opbouw. Samen met Naomi Hammond. Roos wordt vrijgespeeld op de driepuntslijn. Krijgt de bal nog niet. En Katie gaat alleen. En het was heel moeilijk. Amber Leeuwenke-Bessie met de rebound. Paast af naar Sarah Curran. Die naar de inkomende Kiki Fleuren. En die mist alles. En dan hebben we Katie Bussie. Die de bal had, maar niet meer heeft. En Roos die een fout moest maken. Maar ja, helaas gaat de bal er toch in. Kiki Fleuren. De eerste 2 punten voor de wedstrijd voor Kiki. En een persoonlijke fout voor Roos. Amber Leeuwenke-Bessie wordt gewisseld voor Yannick van Veen. En Kiki heeft een end-one dus. En die is vrij zeker van de vrijworplijn. En deze scoort ook. En Kiki komt op 3 punten. Verschil nu 8 punten. Dus toch weer zaak nu voor Triple om te scoren en bij te blijven. Pien dacht aan een 3-punter, maar laat het nog even. Oeh, even een misverstandje tussen Naomi en Katie. Ze verstonden elkaar, of ze zagen elkaar wel, maar Katie begreep de paas niet. Balbezit voor Den Helder. En we hebben een wissel. Even kijken, Katie Bussie. Zij wordt vervangen door Janine Guit. En Janine pakt gelijk haar mannetje weer op. Janine van Veen. Roos gaat zich bemoeien met Kiki Fleuren. En Naomi gaat zich met Courtney. Ja, een makkelijke rebound voor Naomi. Iris Venema. Speelt naar Janine Guit. En die gaat voor haar schotje. Jammer. Rebound, Courtney Treffers. Yannick van Veen in de opbouw zoekt waarschijnlijk een screen van Courtney. Nee, en de bal wordt gestript door Naomi Hammond. Ja, en die wil natuurlijk... Oh nee, die ging niet naar het bord. Paaste heel mooi naar Janine Guit. En Janine maakt haar 6e punt. Heel mooi, mooi assist. Kieke Fleuren nu voor Den Helder.
Courtney, denk niet aan een driepunter. Maaike Klein zoekt Sarah Curran. En de bal, bijna gestript. Kiki Fleuren voor 3. Nee, gaat via de ring naar buiten. Rebound, Courtney Truffers. Kiki zou nog een keer voor 3 kunnen, maar... Roos, nee. Nee, Roos wordt te makkelijk voorbijgelopen. En een score is voor Kiki Fleuren. Kiki komt op 5 punten. Verschil nu weer 8. Hier is Venema. En gaat waarschijnlijk eerst weer naar Naomi. Naomi is vaker tussen station. En dan zoekt, ja, Iris. En een score. Iris Venema komt op 12 punten. En de bal is voor Dozie Bure den Helder. Maaike moet even haar haar voldoen. En de bal weer voor Yannick van Veen. En natuurlijk weer Janine Guit. Die in de defense... Janino pikt, Kiki Fleuren tegen Roos, die krijgt een stevig blok. En daardoor kan Kiki weer makkelijk scoren, komt op 7 punten. Het verschil blijft 8. Tien Hartman. En weer tussen John Naomi Hallman en die ziet nu een kansje. Nee, ziet geen kans. Oh, werd weggetipt door Sarah Curran. Of Kiki, 1 van de 2. Dus balbezit is weer voor Triple Threat. Daar gaat Iris zich mee bemoeien. Helemaal in het hoekje. En de schotklok stond weer op 14. Maar er was natuurlijk geen balbezit voor Dozie. Dus die wordt nu op 9 gezet. Iris Venema op een Janine Guit. Met Maaike tegenover zich. En de crossover. En er werd een fout gemaakt door Maaike. Ja, ja, tikt op de hand. Persoonlijke fout voor Maaike Klein. Dat is haar eerste persoonlijke fout. Derde teamfout voor Dozie. Ja, derde teamfout. Balbezit, we hebben 14 seconden schotgeluk weer. Balbezit voor Iris. Weer tussen John Naomi. Zien komt de bal halen. En een mooie paas. Iris Venema. Hele mooie assist. En Iris scoort haar 14e punt. Nu een mooie defense stop maken en dan zelf weer scoren. Ah, Kiki werd vrijgespeeld en een 3 punten voor Kiki. En zij komt ermee op 10 punten. En maakt haar famous 3 punt schutter weer even waar. En de verschil nu 6, klopt dat? Nee, niet helemaal geloof ik. En de bal werd weggetipt door Kiki. Balbezit voor Triple Threat. Katie Bussie komt terug in het veld voor Roos Warmenhoven. En Yannick van Veen wordt gewisseld voor Amber Leeuwenke-Bessie. Ik zie ook nu op een app dat Feyenoord is met de aftrap begonnen tegen de VVV. Wie het interesseert. Dus even overleg tussen de scheidsen. Misschien over de schotklok, maar... Die is toch echt goed. 11 seconden nog. En we krijgen een play. Janine wordt vrijgespeeld. Nee, Naomi Hallman weer het tussenstation. En Courtney Treffers tegenover haar. En ja, er wordt gedubbelteamd. En een 3 punt schot van Pien. En die gaat erin. Dus de eerste score voor Pien. En dat is gelijk een 3 punter. En ja, de 3 punten van de Rosie was net niet geteld. Maar we staan nu weer op 6 verschil. En Amber met... Oh, dat is toch niet nodig, zo'n fout. Ja, Pien krijgt de persoonlijke fout. Haar eerste persoonlijke fout. En wij staan ook op 3 teamfouten. En het was een schotpoging. Dus Amber Leeuwenke-Bessie staat klaar voor de 2 vrijworpen. Wat doet Amber? Even kijken. 83%. De eerste ging mis. Amber komt niet vaak op de vrijworplijn. Even kijken. Nou, 8 uit 10, 80%, heel goed. Eerste gemist. Staat klaar voor de tweede. Met nog 2 minuten 40 te spelen in het tweede kwart. En de tweede gaat raak. Amber Leeuwenke-Bessie, haar eerste punt van de wedstrijd. En het verschil is 6.
Ja, en de press wordt mooi omspeeld. Met tussen Sean Pien. Katie gaat naar Iris. Iris zoekt weer tussen Sean en Naomi Hallman. Pien Hartman, Katie Bussie. Pien in de paint. Oeh, Iris stond hem. Nee. Dat was weer een misverstandje met Janine. Die liep niet door. En in de turnover is voor Courtney Truffers gaat. En nu krijgt ze een aanvallende fout. Ze draait haar schouder erin. Daar zal haar vader het niet mee eens zijn. Maar toch Ed. Ja, het was echt een fout. Dus een persoonlijke fout voor Courtney. Dat is haar eerste. En de vierde teamfout voor Dozie. En Courtney druipt een beetje teleurgesteld af naar de defense. Ze zegt, nou, ik deed toch niet zoveel. Maar toch, Mario was het er ook niet mee eens. Maar ja, als je een wat grotere speler tegen wat kleiner speelt, dan ben je als grotere speler toch vaak in het nadeel. En we hebben weer de opbouw via... Nee, dat kan niet, Katie, dat kan niet. En Dozie in de transitie. Ja, Courtney. Dus even van de leg. En ze maakt of second dribble of lopen, maar het was in ieder geval een fout. Dus balbezit weer voor Triple Threat met nog 1 minuut 50 te spelen. Het verschil is 7 punten. Janine gaat op de driepuntslijn, zoekt weer de drive en zoekt Naomi. Ja, dat is toch niet de plek van Naomi. Oeh, scheids. Er wordt geen fout voor gefloten. Had wel gemogen. Tussen Sean Courtney, nu balbezit voor Janine van Veen. En natuurlijk weer Janine tegenover haar. Courtney. En Sanne van Poelgeest met het schotje. Oeh. En dat deed Iris heel netjes. Amber stond vlakbij. En Iris halfvallend. De bal via de voeten van Amber buiten. Dus balbezit is voor Triple Threat. Katie Bussie gaat zich met de opbouw weer bemoeien. Tussenstation zal zo weer Naomi zijn, denk ik. Nee, Iris Venema. Terug naar Katie. En zoeken Janine. Nee. Katie gaat zelf met het schotje. Ah, via de ring eruit. Amber Leeuwenke-Bessie had de rebound. Yannick van Veen in de transitie. Maaike Klein terug naar Yannick. En Sanne van Poelgeest. Die zal... Ja, en een verliest de bal. Janine Guit neemt over. En Janine na de basket en scoort. Heel mooi Janine. Ze komt op 8 punten. En nu weer een mooie defense stop. Want het verschil is 5. En als je een eigen stop maakt en een score, dan kom je weer op 3. Janine weer tegen Yannick. En Janine stielt de bal en... Het is nu 2 tegen 1 en Janine gaat zo. Dat was heel leuk om te horen. Janine die werd een beetje naar buiten geduwd door Courtney. En ze riep, hey! En toen was het een beetje een late call. Maar ja, het was toch wel een fout. Want het was echt met het lichaam van Courtney dat ze Janine naar buiten drukte. Maar door dat hey! Werd er toch een fout gefloten. En Janine staat aan de vrije worplijn. Even kijken, wat doet Janine dit seizoen? Vrije worp, even kijken. 61%. De eerste gaat mooi raak. Dus dat komt op 9 punten. En daar was net die defense stop. Dus als je nu 2 punten erbij maakt, dan kom je weer terug op 3 punten. En de tweede gaat ook raak van Janine. En Janine ook in de dubbele cijfers komt op 10 punten. En dan verschil weer terug naar 3. Met nog 12. Oeh. Ja. Maar ik zou zeggen moving screen, maar... moving screen. Een fout was van Naomi. En het is de vijfde teamfout. Ja, vijfde teamfout. Nee, de vierde teamfout. Vierde teamfout, dus geen 2-5 worpen. 10,4 seconden spelen. Balbezit voor Dozie BV Den Helder. Maar de defense, kom op. En dat schot gaat mis. Rebound is voor Courtney Treffers. En over Katie heen. En een score van Courtney. Zij komt op 12 punten. En we hebben het einde van het tweede kwart. Dus we gaan zo een kwartiertje rusten. Een verschil van 5 punten. Wil zeggen, Triple Threat doet nog helemaal mee in de wedstrijd. En is zeker niet de mindere van Dozie BV Den Helder. We gaan er even tussenuit. Ik ga zo de stats ophalen. En dan kom ik zo bij u terug.
20 maanden, 521 weken, 3652 dagen. 1 familie. Triple threat. Geprezen en gehaat, maar altijd eerlijk. Altijd onszelf. Altijd vooruitgang. Dat is wat wij doen. Begonnen op de straat, doorgegroeid tot de beste club van het jaar. Dat is wat wij zijn. Het hebben van ambitie, passie en visie. Zien wat anderen niet zien. In onszelf en ook in anderen. Dat is wat ons maakt. Gedragen door elkaar. De familie. Bedankt. Voor toen, voor nu en voor later. Triple Threat betekent voor mij meer dan familie. Triple Threat is the place where I always feel welcome. Triple Threat is voor mij een plek waar ik al 10 jaar met veel plezier kom. En waar iedereen zichzelf kan zijn. Is hier gewoon een familie. En dat wil ik hebben voor mijn kind. Dat hij hier is en zich als een familie voelt. En Triple Threat is one family. It's great to be alive today. The whole world around us is breathing, buzzing. We're all getting better, faster, smarter. Everything we touch, touches us. Brands come alive when they've got a heart to love. When they speak up and take time to listen. Challenge and welcome challenges. Move and are on them. It's great to be a brand today, but technology has changed the game forever. Brands used to be built with campaigns. These days, brands are born from content and conversations, fueled by innovation, smart products and bold experiences. We believe in creating brands without boundaries. By fusing campaigns, content and conversations into a single big idea. A strong heart beats everywhere. Through mass media and social media, in the digital world and retail space. Because only living brands grow. Ik ben
ben Alexander Westerhout en ik werk bij Rabobank Haarlem en omstreken voor de afdeling marketing, communicatie en coöperatie. Rabobank vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en zeker op een aantal thema's zoals ondernemerschap, verduurzamen en zelfredzaamheid. Wij doen dat door bijvoorbeeld zelf actief mee te denken, ons netwerk in te zetten. Ja, daar hoort ook zo nu en dan financiële ondersteuning bij. En dat kunnen wij doen omdat wij geen aandeelhouders hebben, dus wij hoeven geen winst uit te keren. De winst die wij hebben, keren wij dan uit in de maatschappij. Ik zie ook heel duidelijk raakvlakken tussen het gedachtegoed van Rabobank en Triple Threat. Ze investeren in de toekomst, in de buurt, lokaal. Ze werken heel erg veel samen met andere partijen. Het is niet een gesloten club of vereniging die zelf dingen doet. Ze beseffen heel goed dat je gezamenlijk verder komt dan alleen. We vinden het fantastisch om Triple Threat. Je ziet het, hè? Ik ga meteen lachen om Triple Threat te ondersteunen, omdat we dat zo heel erg van nu vinden. Het is zo heel erg van onderop is dat opgebouwd. We doen heel veel met Triple Threat, niet alleen op basis van sponsoring, maar juist ook als wij een opdracht hebben om iets te doen met producten voor onze doelgroep jeugd. Nou, dan zetten wij Triple Threat in om dat te doen. Er zit gewoon heel veel professionele kennis die wij ook heel graag willen gebruiken. Dus het is superleuk dat een van de leden van Triple Threat nu bij ons op de bank werkt. Triple Threat heeft sinds kort ook een bus. Dan kun je zeggen, goh, wat is daar belangrijk aan? Ja, er is gewoon op een gegeven moment ook een stuk vervoer nodig. En dat is niet alleen maar om van A naar B te komen, maar het is ook het idee dat je gezamenlijk ergens instapt, gezamenlijk ergens naartoe gaat en het naar de wedstrijd toewerken. Nou, het is hartstikke mooi dat wij daar een bijdrage aan kunnen leveren en heel belangrijk. Mijn naam is Robert Kist, ik ben bijna 53 jaar en ik werk al 11 jaar bij Tijboud Letselschade. Mijn naam is Wouter Hensbergen van Tijboud Letselschade. En wij zijn een kantoor dat zich bezighoudt met de behartiging van de belangen van slachtoffers. En wij proberen altijd maatwerk te leveren en het zo goed mogelijk te doen voor het slachtoffer, en met name op financieel gebied. Dat noemen we dan een pleister op de wond, want genezen kunnen we ze niet, maar we kunnen ze wel helpen bij het verhalen van hun letselschade. De raakvlakken tussen Tijboud en Triple Threat, ik denk dat het gaat om het maatwerk, persoonlijk contact en opkomen voor de belangen van de zwakkeren in dit geval. Dan iets andere insteek, maar dat is denk ik wel de basis. Waarom zijn we partner geworden van Triple Threat? Omdat wij onder de indruk zijn van jullie performance, hoe jullie de jeugd helpen zichzelf te ontplooien. En dat spreekt ons aan, ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij sponsoren het busje dat jullie gebruiken om de sporters naar de verschillende locaties te brengen en ook naar de scholen. En ons logo wordt daarop vermeld. En nou ja, daar hopen we een steentje aan bij te dragen aan jullie verdere ontwikkeling. Hou je van uitdagingen? Ben je leergierig en een teamplayer? Bottelier zoekt jou. Door samen te slopen maken we ruimte voor een betere leefomgeving. Op te bouwen door af te breken. Ik zit 4 van de 5 werkdagen op deze kraan en werk ik mee met de sloop. De andere dag zit ik op het Delta College in Zwolle waar ik leer over slooptechnieken en doe ik technische kennis op die ik daarna kan toepassen in de praktijk. Tijdens mijn werk-leeropleiding word ik bij Bottelier erg geholpen door mijn collega's. En dat is fijn, want ik heb soms extra hulp nodig. Op 18-jarige leeftijd ben ik als handsloper bij Bottelier begonnen. Na het doorlopen van de verschillende afdelingen binnen het bedrijf ben ik uiteindelijk beland op de projectvoorbereiding.
Naast projectvoorbereiding houd ik mij ook bezig met acquisitie voor toekomstige projecten en maak ik offertes voor sloopprojecten, asbestwerkzaamheden en bodemsanering. De uitdaging is om elk werk optimaal voor te bereiden. En als dan later blijkt dat het werk winstgevend is, kan ik er trots op terugkijken, maar ook weer van leren. Als werknemer bij Bottelier ben je een belangrijke schakel in onze kwaliteitsloop. Zo sta je samen voor verantwoordelijkheid, waarbij eigen inbreng wordt gewaardeerd. Er is ruimte voor vragen en ook voor jouw ontwikkeling. Denk hierbij aan opleidingen en doorgroeimogelijkheden, zoals Wouter, Gerard en Tom. Ik ben zonder ervaring in de sloop- en recyclingbranche bij Bottelier begonnen als wegbrugoperator en inmiddels doorgegroeid tot accountmanager. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de inkoop van puin, verkoop van granulaten en voor het aannemen van sloop- en breekwerken. Gedurende het voortraject van ieder project is het weer een uitdaging om bestaande en vooral nieuwe opdrachtgevers van onze kwaliteiten te overtuigen. Als ik een werk binnenhaal, geeft mij dat nog steeds een kick. Dat is wat mijn werk zo leuk maakt. De toekomst kent vele uitdagingen, waaronder het behoud en de verbetering van onze leefomgeving. Bottelier werkt al 50 jaar aan oplossingen waarmee veilig, kwalitatief en vooral duurzaam kan worden gesloopt en gerecycled. Daar hebben we jou bij nodig. Trent. Ook niet. Ja, toch wel. Nou, we hebben de stats van de eerste helft hebben binnen. Even kijken wat we daar op kunnen zien. Schotpercentage van Triple Threat is 42% vanuit het veld. 30% drie punters, 47% twee punters. Vrijworpen 100%. En bij Den Helder vanuit het veld 50% geschoten. 50% twee punters, 50% drie punters. En vrijworpen 55,6%. Nou, de Nederland staat 5 punten voor. Waar zit hem dan verschil in turnovers? Even kijken. Triple Threat had 7 turnovers. En de Nederland 8. Gaan we kijken naar rebounds. Rebounds totaal 18 voor de Nederland en 19 voor Triple Threat. Dus dat ontloopt elkaar niet zoveel. Nou, dat biedt veel perspectief voor de tweede helft. En we sluiten het punt van begin aan het begin van het derde kwart. We gaan even kijken welke speelsters aan de kant van Den Helder gaan klaarstaan. Dat zijn Sarah Curran, Maaike Klein, Sanne van Poelgeest, Courtney Treffers en Yannick van Veen. En bij Triple Threat Katie Bussy, Pien Hartman, Janine Guit, Iris Venema en Naomi Hamman. Topscorer bij Triple Threat is natuurlijk Iris Venema met 14 punten. En we hebben balbezit voor Den Helder. We hebben weer een matchup Janine tegen Yannick.
Sarah Curran gevonden aan de driepuntslijn. En die krijgt een screen van Courtney. En Sarah Curran, schot gaat mis. Aanvallende rebound was voor Courtney Treffers. En nu stond Pien Hartman ten opzichte van Courtney. Ja, dat is dan geen matchup natuurlijk. Aanval van Triple Threat. Weer het tussenjon Naomi Hallman. Pien Hartman gezocht. Hier is Venema. Keek even voor een driepunt. Was wel heel ver. Naomi aan de buitenkant. En Naomi probeert het gewoon. Maar schot mis. Balbezit voor Dozy. Nou, wie zijn de topscorers aan de kant van Dozy? 10 punten voor Kiki Fleuren. En 12 voor Courtney Treffers. Zoals we Janine kennen, heel stevig verdedigen, heel goed. Alles nog keurig binnen de regels. Tegen Yannick van Veen. Ze wil het haar niet te makkelijk maken. En toch een redelijk hard screen van Courtney. En er werd lopen gemaakt door Sanne van Poelgeest. Dus balbezit is wel voor Triple Threat. Pien Hartman gaat innemen. En Katie Busje gaat de bal weer opbrengen. Vindt Janine. Katie krijgt de bal terug. Kijk even naar een... Nee. Naomi. Hier is Venema. En een... Drie punten? Twee punten. Ik zag geen arm omhoog. 37-42. Dus dat wordt... Was hij er al bij? Ja. Okay. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. Dat was een twee punten. En een twee punten aan de kant van Dozy voor Sarah Curran. Sarah komt op 6 punten en Iris komt op 16 punten. En een schotje mis. Sanne van Poel. Bijna een steal voor Katie Bussie. De rebound was voor Sanne van Poelgeest. En Courtney gezocht in het midden en Sarah Curran. Nu wel, drietje. Sarah Curran komt op 9 punten. En het derde, vierde drietje voor Den Helder. Toen was er van drie drietjes van Triple Threat. Het verschil is nu opgelopen naar 10 punten. Dus nu zelf wel scoren. Katie zoekt Pien. En Pien zoekt naar Naomi. Nee. Dat moet Pien weten. Die moet de bal niet naar Naomi spelen. Naomi kan dat schotje niet nemen. En Pien wordt ook gewisseld. En Aniek van Schijnen komt terug in het veld. En op de achtergrond hoorde u mijn appje. Dat betekent dat Feyenoord voor de derde keer gescoord heeft tegen een hele zware thuiswedstrijd tegen VVV Venlo. 3-0. Brian Linssen scoorde. Paas van Yannick van Veen. En aanvallende rebound Sarah Curran, de eigen rebound. Courtney Treffers gaat naar... ze zag Naomi staan, dus bedacht zich even. En de drie punten van Yannick van Veen gaat eruit. Rebound was voor Katie Bussie. En die gaat gelijk richting aanvalshelft. Aanvallende rebound Naomi Hallman. Drie punten van Katie was mis. En Naomi gaat... Juist Naomi, heel goed. Mooi weggedraaid. En ze komt ook in de dubbele punten. 10 punten, dubbele cijfers. 10 punten voor Naomi. En nu weer proberen een stop te maken. Want het verschil is nu 8 punten. Janine Guit weer ten opzichte van Yannick van Veen. En een mooie steal van Katie Bussie samen met Janine. Mooi opgelost. Iris Venema. En een score. Iris komt op 18 punten. Een hele mooie paas van Katie. Sarah Curran wordt weer gezocht. Kijkt even naar drie punten. Nee, neemt schot niet. Maaike Klein. Die draait naar binnen waarschijnlijk. Ja, en een mooi blok voor Katie. Ah. Ik weet niet of de scheidsrechter daar helemaal terecht was. Katie sprong toch echt binnen de lijnen en tikte de bal naar binnen. Maar goed, balbezit is voor Dozy. Sarah Curran, Courtney Treffers, Maaike Klein. En Maaike neemt het schotje. En de rebound is voor Naomi Hallman. Katie Bussie weer in de versnelling. Janine Guit zoekt even het screen van Aniek.
Katie. Dreigt. Ja, dan is het toch weer Naomi die zich probeert vrij te spelen ten opzichte van Sarah Curran. Die is toch iets kleiner. En dan is het toch weer de kleinere speelster in het voordeel. Een persoonlijke fout voor Naomi Hammond. Dat is haar eerste persoonlijke fout. En ook de eerste teamfout dit kwart. Naomi gelukkig niet in de foutenlast. Courtney Treffers, Maaike Klein. Zoekt Sanne van Poelgeest van binnen. En dat is, dat moet je niet doen, Aniek. Een duw in de rug, dat moet je niet doen. Gewoon met je lichaam verdedigen. En Aniek van Schijndel krijgt een persoonlijke fout. En zij komt op 2 persoonlijke fouten. Courtney Treffers gezocht, Maaike Klein. Draait naar binnen. En naar buiten het schotje Sarah Curran. En draait eruit. Rebound is voor Iris Venema. Nou, dat was die stop. We staan op 6 punten. Dus Naomi Hallman. Terug naar Iris. Terug naar... Naomi. Uit de frustratie. Naar zichzelf hopelijk. Niet naar de scheidsrechter. En drive van Yannick van Veen. En er werd een fout gemaakt door Iris Venema. Kom alleen maar afstoppen via een fout. Klein duwtje. Tweede persoonlijke fout voor Iris. En een wissel aan de kant van... Twee wissels aan de kant van Den Helder. Maaike Klein en Sanne van Poelgeest gaan zitten. En Femke Slim. En Kiki Fleuren. Hey, een zeldzaam foutje van Yannick van Veen aan de vrijworplijn. Yannick is keurig door Janine op 2 punten gehouden nog. Yannick die toch regelmatig scoort. En even kijken. Ja, toch een... 29 punten per wedstrijd gemiddeld. Sorry. Nee, niet per game natuurlijk. Even kijken. Ik denk van punten. 13,6. Iris zat niet in de gaten dat ze op de lijn stond. Ja, en op de lijn is uit. Even kijken. Ik moet nog even de vrijworp van Yannick. Die zat er wel in. Stevig verdedigen. Courtney Treffers, afstandsschotje. Nee, gaat mis. En de rebound is makkelijk voor Jenny Guit. Zin gaat zich met de opbouw bemoeien. Nee, niet naar Iris. Katie Bussie wordt gevonden. Kijk uit met je pivotvoet. Naomi Hallman naar Jenny Guit. En Jenny pakt het schot niet. En een hele mooie... hele mooie assist wou ik zeggen... op Naomi, maar die miste. En nu wordt er gefloten voor een loopovertreding voor Den Helder. Nou, kom op meiden. Het verschil is 7 punten. Dus als je hebt de stop nu weer gemaakt. Ja, de balbezit is voor Iris Venema op de eigen helft. Samen met Katie wordt er een kleine press omspeeld. Dat moet je niet doen, Yannick. Moet je niet doen, dat heb je niet nodig. Naomi wordt aangespeeld. Matchup met Courtney. Katie vrij op de... normaal. En de rebound is voor Courtney Treffers normaal. Dat is het afstandje waar Katie toch wel een patent op heeft. En... rebound voor... Naomi Hallman. En de fout wordt gemaakt door Sarah Curran. Haar tweede persoonlijke fout. En de eerste teamfout voor Den Helder. Volgende wedstrijd trouwens voor Triple Threat is een midweekse. Dat is aanstaande woensdag. Dan spelen we tegen Landslake Lions. Ook weer met een livestream. En ik hoop dat ik een mooi briefje krijg als vrijwilliger. Om ook weer de livestream te verzorgen. Janine Guit nu in balbezit voor Triple Threat. Kijkt even, zoekt Naomi. Gelijk weer Courtney Treffers erbovenop. Hele paas naar Iris Venema. En nee, net niet. En er staan 2 meiden van Triple Threat te vechten om de been. En Kiki Fleuren, die een stuk klein is, gaat ermee heen. En een... Ze had een heel mooi blok in gedachten. Alleen Femke draaide iets te ver weg. Dus ze kon niks anders doen dan met haar lichaam. Femke een klein duwtje geven.
Een persoonlijke fout voor Naomi Alman. En zij komt op 2 persoonlijke fouten. En triple threat op 4 teamfouten. En dat betekent 2 keer vrije worp voor Femke Slim. Dubbele wissel, tenminste 1 aan de kant van triple threat. Janine Guit wordt vervangen door Phoenix. Phoenix Totijn. En Amber Leeuwenkebessie, die komt in het veld voor Sarah Curran. We wachten nog even op de 2 vrije worp van Femke Slim. Wat doet Femke in het seizoen? Even kijken. Ja, 100%. Nou, in dit geval. De eerste is raak. 3 uit 3 had ze. Dus nu 4 uit 4. En komt op 8 punten. En de tweede gaat ook met het voorring erbij. En ze komt op 9 punten. En het verschil weer terug naar 9. En Phoenix krijgt de bal toegespeeld door Katie. Via Iris terug naar Katie. Terug naar Iris. Naomi wordt gezocht. Nee, Katie Bussie. Ah, daar zat Courtney met haar lange handen ertussen. En dat was een steal van Courtney Treffers. En die zoekt... Die zocht Kiki Fleuren. En Kiki ging naar het bord, maar werd mooi verdedigd door Iris Venema. En we hebben een sprongbal. En deze is in het voordeel van triple threat. We hebben nog 2 minuten 48 te spelen. De derde kwart. Verschil 9 punten. Dus hopelijk... kunnen we dat terugbrengen tot 7 met deze aanval. Iris via Katie weer terug naar Iris. En Katie krijgt de bal. Dus kijk even voor 3 punten. Schotje. Nee. Ze krijgt een mooi screen van Naomi. En ze gaat omhoog voor 2 punten. En dat zijn de eerste 2 punten pas voor Katie Bussie in deze wedstrijd. En de verschil terug naar 7. Nou, maak dan die verdediging stop maar weer, zou ik zeggen. Yannick van Veen. Nee. En de rebound is voor Naomi Hamman. Katie in de eerste versnelling, tweede versnelling en pakt een 3-puntje. Ah nee, de rebound kwam ze aanvliegen. Courtney Treffers. Treffers Airline BV. Kiki naar Yannick van Veen. Kijk even naar het 3-punt schotje, ging niet. Krijg een screen van Courtney. Beetje onhandig paasje naar Kiki Fleuren. En de rebound is voor Katie Bussie. Nou, dat is die stop. Nu zelf wel in de aanval scoren met nog 1:45 te spelen in het derde kwart. Via Naomi Hamman. Terug naar Phoenix. Phoenix krijgt een heel mooi screen. Ja, heel mooi zeg. Heel mooi. Yannick van Schijndel. Haar eerste punten van de wedstrijd. Phoenix krijgt een screen van Yannick. En een mooi play met Yannick als afronding. Kiki, bal niet onder controle. En de rebound is voor Naomi Hamman. Katie Bussie. Nou, met deze aanval kunnen we op 3 punten komen, meiden. Ja, ze horen mij toch niet. Nee. En de bal ging niet erin van Naomi. De rebound was voor Yannick van Veen. En die gaat naar de basket. En ik zou zeggen, toch reglementair met de hand op de bal van Phoenix. Maar nee. Ze krijgt toch de persoonlijke fout. Dus haar eerste persoonlijke fout. En de 5e teamfout. Wissel aan de kant van triple threat. Quinta Verschijndel. Zusje van Yannick komt in het veld. En Iris Venema gaat even rusten. Yannick van Veen aan de vrije worplijn. Vorige keer 1 raak en 1 mis. Nu de eerste was mis. Tweede vrije worp. En we hebben nog bijna 60 seconden te spelen. De schotklok. En de tweede gaat raak. Dus Yannick komt op 4 punten. En ze wordt gewisseld voor Maaike Klein. Balbezit voor aan de achterkant voor Katie Bussie. Speelt naar Phoenix. En die werd bijna gestolen. En met hulp van Quinta werd de press omzeild. Phoenix gaat niet naar de basket. En ze keek even voor de 3 punten, Katie. Maar besloot toch via Yannick van Schijndel. Yannick. Ah, dat gaat niet, Yannick. Dat gaat niet. En de scheidsrechter fluit voor de 3 seconden. Balbezit voor Den Helder met nog 37 seconden te spelen. Verschil 6. Nou, probeer dat of zo te houden of dan nog in een tegenaanval toch nog ook te scoren. Sanne van Poelgeest. Ja, langs Naomi Hamman. En Sanne scoort. De eerste punten voor Sanne van Poelgeest. Verschil is nu 8.
Nou, proberen in de laatste aanval te scoren. Of een 2 of een 3'tje. Dat zou heel mooi zijn. Via Naomi weer terug naar Katie. Ik denk dat Katie 1-op-1 gaat. Wil een screen van Naomi. Nee. Helaas. Het schot van Naomi ging mis. En het einde derde kwart. Het verschil is 8 punten. 45 tegen 53 in het voordeel van Dozy. En we hebben weer een kleine reclame. It's great to be alive today. The whole world around us is breathing, buzzing. We're all getting better, faster, smarter. Everything we touch, touches us. Brands come alive when they've got a heart to love. When they speak up and take time to listen. Challenge and welcome challenges. Move and are on the move. It's great to be a brand today, but technology has changed the game forever. Brands used to be built with campaigns. These days, brands are born from content and conversations, fueled by innovation, smart products and bold experiences. We believe in creating brands without boundaries. By fusing campaigns, content and conversations into a single big idea. A strong heart beats everywhere. Through mass media and social media, in the digital world and retail space. Because only living brands grow. Van de wedstrijd Dozy BV Den Helder tegen Triple Threat. En u zag Amber Lebekebessi stond op de zijlijn. Dus balbezit voor Triple Threat. Triple staat 8 punten achter. Dus daar gaan we proberen om dat natuurlijk goed te maken. En dan hebben we scoren Naomi Hamman. Naomi komt op 12 punten. En, ja, nee, Sanne, je stapt het veld in en doet dan de bal uitnemen. Dus dat is een hele slimme, tenminste, niet zo slim ingegooid, maar een turnover voor Triple Threat. Balbezit en Phoenix speelt naar Katie. Katie zoekt het screen van Naomi. Naomi, paas door, nee. Ja, nu wel. Oh, nee. Twee keer niet. En nu de rebound voor Sarah Curran. En Kitty speelde uit naar Maaike Klein. Amalette Kebessi. En ook weer de zijlijn. Ja, het is de echte rode lijn. We spelen al drie kwarten. En voor de tweede keer achter elkaar in de aanval staat men op de zijlijn. Dus dat betekent weer balbezit voor Triple Threat. En dit keer was het Kiki die buiten de lijnen stond, of op de lijn. Nou, verschil 6 punten. Scoren zijn niet te hoog, wil zeggen. Dus dat defense goede zaak doet voor beide teams. Katie Busje bijna de bal kwijt. Maaike Klein zit er bovenop. En een hele verre 3-punter. Ja, Katie Busje komt op 5 punten.
En een driepunter, dat is de vierde driepunter voor Triple Threat. Balbezit Amber speelt af naar Kiki. Kiki zoekt. Nee, daar gaat Maaike Klein en die gaat naar Sanne van Poelgeest. Wordt verdedigd door Naomi Hallman. En de rebound is voor Aniek van Schijndel. Katie brengt de bal op. Oh, dat was bijna een enkelbreker. Maar dan voor zichzelf. En ik kom even kijken. Katie gaat door. En speelt af naar... Oh, boven de rand. Nee, helaas. En ik zat er nog met de hand aan. Het driepuntschot van Quinta ging helaas mis. Nou, het verschil is teruggebracht tot 3 punten. In het laatste kwart. Dus dat belooft veel. Hopelijk kan Triple Threat nu wel het volle vierde kwart mee. Alhoewel natuurlijk, ja, Dozie heeft natuurlijk wat bredere bank dan wij. We gaan het zien. Bal opbrengst voor Amber Leeuwenkebessi. Courtney Treffers. Terug naar Sarah Curran. Sarah met het schotje. En de rebound is voor Katie Bussie. Bal stuit eraf van de ring van Sarah. Finisher time brengt de bal op. Paas naar Katie Bussie. En die gaat... Ze wilde langs Amber. En Amber verstapte zich. Maar daardoor bracht ze ook Katie in onbalans. En ja, er zit geen tweemaal scheids. Nee, geen tweemaal zijkant. En de fout was voor Amber Leeuwenkebessie. En dat was de eerste persoonlijke fout van Amber. Phoenix balbezit. Paast in op Katie. Die terug naar Naomi. En die speelt naar Phoenix. En Quinta gaat omhoog. En wordt afgestopt door Maaike Klein. Maar er is een fout gemaakt door Maaike. Dus tweede persoonlijke fout voor Maaike Klein. Tweede teamfout voor Den Helder. En aan de vrije worp hebben we Quinta van Schijndel. Wat doet Quinta aan de vrije worplijn? 25% 1 uit 4. Nou, dat, als ze nu even, dat even gaat verbeteren. Ja, de eerste just net heet dat. En de eerste punten voor Quinta ook op het scoren ziet. De eerste vrije worp ging mooi raak. Verschil nog maar 2 punten. Zouden we dan toch een grote verrassing gaan krijgen hier in de Sporthal in Haarlem. En de tweede gaat helaas mis. En de rebound is voor Courtney Treffers. Ik wou zeggen bijna Quincy Treffers, maar dat is haar broer. Sorry Ed. Hele goede defense voor Quinta. Kiki krijgt weinig ruimte van Quinta. Nou, ze zitten bovenop. We zien weer de matchups in het veld. Phoenix gaat zich met Amber bemoeien. Amber Leeuwenkebessie nu aan de bal. Kan bijna de bal niet kwijt. Sarah Curran. Amber terug naar Amber. En die gaat naar de basket. Er wordt een fout gezien. De tweede persoonlijke fout voor Phoenix. Eerste teamfout. Dat betekent 2 vrije worpen voor Amber Leeuwenkebessie. En er is een wissel aangemeld. Dat is Yannick van Veen. Dat is voor de schutter. Dus als de tweede raak gaat, dan gaat Amber van het veld. Amber scoort de eerste vrije worp. Komt op 2 puntjes. Tweede vrije worp. Nou, je mag niks hopen natuurlijk. Maar ja, een triple trap hard. Dan zeggen we dan, ja, en hij gaat ook mis. En de rebound was voor Aniek van Schijndel. Katie Bussie brengt de bal weer op. Misschien het tussenstation. Naomi. Nee. Rebound is voor het schot van Katie ging mis. Rebound is voor Kiki Fleuren. Zocht even Courtney. Maar nu wordt vrijgevonden Maaike Klein. En de rebound is voor Kiki Fleuren. En dan ging via een been van Triple Threat ging die bal uit. En nu wordt de wissel gedaan. Yannick van Veen komt in het veld voor Amber Leeuwenkebessie. Balbezit voor Dozie BV Den Helder in de vorm van Kiki Fleuren. Speelt naar Courtney Treffers. Yannick van Veen. Kiki gevonden. Vrij gespeeld. Het bekende recept. En de rebound is voor Phoenix Statijn. Speelt heel snel af naar, want ze werd gedubbelteamd, naar Katie Bussie. Heel goed. Phoenix speelt nog onder 18. Ah, heel mooi. Quinta. Oh, ja. Zo. Een verschrikkelijke blok van Courtney Treffers.
op Quinten van Schijndel. Maar de bal werd al gestield door Katie Bussie. Ja, is toch de jeugdigheid, maar wel mooi om te zien. De duels hier op het veld. Het gaat er stevig aan toe, maar alles nog binnen de perken en binnen de regels. Natuurlijk zijn er persoonlijke fouten, maar er wordt niet. En... oh, Quinta. De rebound is voor Sarah Curran. Zonde. Blijft 3 punten het verschil. En Courtney Travis wordt gevonden. En via de tip van Katie Bussie gaat de bal buiten de lijn. We hebben 3 wissels. Dat betekent Janine Guit, Fleur Bastiaanse en Iris Venema komen in het veld voor Aniek en Quinta van Schijndel en Phoenix Lotijn. En we hebben ook een time-out genomen door de coach van Den Helder. Daily Grind, dagelijkse sleur, begonnen, overwonnen, maar waar we vandaan komen nooit uit het oog verloren. Door passie of door bloed verbonden, maar de band altijd even sterk. We zijn trots op de buurt, trots op ons land, trots op ons begin. De start soms niet altijd even makkelijk, maar de finish altijd even zoet. We vliegen maar zijn geen geluksvogels. Alles is verdiend, behaald en voor gevochten. Wij zijn niet bang om te falen. Onze angst is om gemiddeld te zijn. Om op te gaan in de menigte. Te verdwijnen tussen de massa. En we zijn weer terug bij de livestream hier in de Spaarnhal in Haarlem. Bij de wedstrijd Triple Threat tegen Dozy BV Den Helder. En het is nog steeds spannend. 3 puntjes verschil maar. We kunnen nog steeds meelopen. En we zitten nu in het 4e kwart met nog 5 minuten 38 te spelen. En de verschil is nog maar 3 punten. Een hele goede defense van Triple. En die maakt het aanvalspel van Den Helder toch best moeilijk. Ja, oké, ze vinden natuurlijk wel de vrije man soms. Kiki of Courtney of Sarah. Maar ik moet zeggen, het vijftal wat coach Dominique nu op het veld zet. Alle credits. Ja, kijk, dat moet dan niet gebeuren. Scoren van bij een inworp voor Sarah Curran. Sarah komt op, even kijken, 14 punten. Iris Venema naar Katie Bussie. En Katie gaat alleen naar Iris, 3-punter. Yo, net op de rand ernaast. En de aanvalsrebound heeft ze zelf. En Janine Guit wordt gevonden. Janine kijkt even, kan ze een drive maken? Nee, Katie Bussie. Probeert denk ik via Naomi weer. Een hele verre 3-punter. Just air. Helaas. En balbezit is voor Dozy BV Den Helder. Precies nog 5 minuten te spelen. En het verschil is 5 puntjes. Zou dat dan toch nog een verrassing in petto zijn? We gaan het hopen, we gaan het zien. Maaike krijgt een screen van Kiki. Sarah Kunnen gevonden, 3-puntslijn. Yannick van Veen. Normaal gaat ze voor die 3-punter. Gaat nu voor de drive naar buiten. En dan is het... ja, dat doet ze vaker. Tegen het bord dan aan de eigen rebound. Maar nu wordt ze afgetroefd door Naomi Hamman. En de rebound is voor Fleur Bastiaanse. Oh, nee. Alleen maar spelen op de, als je de speelster ziet. En een hele makkelijke storen voor Courtney Treffers. Courtney komt op 16 punten. Meiden, dat moet je niet doen, zulke ballen. Naomi, met jouw ervaring, kom op meid. Niet van die lange passes geven. Aanval weer onder de leiding van Katie Bussie. En Fleur Bastiaanse. Naar Janine Guit. En die gaat naar de basket. En Janine scoort. Ja. De eerste score van Janine in het 4e kwart. Komt op 12 punten. Ook in dubbele cijfers. Verschil weer 5. Oeh, nee Fleur. Niet voor de steal gaan. Maaike Klein. Naar Sarah Curran naar midden. Ja. Dat is een piece of a cake. Sarah komt op 16 punten. En is nu topscorer samen met Courtney Travis aan de kant van Den Helder. Janine Guit nu in balbezit voor Triple Threat. Zocht even Naomi. Nee, die staat gedekt. Kijk uit voor 3 seconden, Naomi. Oh, ja. Dat is toch. Probeert Triple te dubbelteamen op Naomi. Die is natuurlijk iets...
hoe zeg je dat? Ja, wat langer en dan heb je iets meer tijd nodig om te draaien. En daar maakt Den Helder gebruik van. Dat zie je nu vaker dat ze gaan dubbelteamen op Nomi. Hier is Venema op de ingooi. Nomi Halman. Gelukkig houdt ze de bal. En nee, geen hoekschotje. Rebound Courtney Treffers. Courtney op Maaike Klein. En Courtney. Ja, Iris Venema. Hele mooie defense. Hele mooie defense. Bal op de hand. Nee, de hand op de bal. Hand op de bal. En Courtney ging omhoog, dus dan maak je lopen. Dus, en het verschil is nu 7 puntjes. Maar het is een mooi genot om te zien hoe deze twee teams aan elkaar gewaagd zijn. En zeker het spel van Triple Threat. Zeker de laatste weken in de lift. En nu met nog, ik schat een minuutje of 3,5, 4 te spelen. Nog maar 7 puntjes verschil. En de eerste wedstrijd was 18 punten verschil. Dus zoals eerder gezegd, ook in de aankondiging, Triple zit in de lift. En wordt elke week sterker. En ook de jonge meiden doen perfect mee. Alle lof. Ik denk dat de time-out genomen was door de coach van Triple. Weet ik niet. Nee, ik ook niet. Nee. Samen, de regisseur en ik hebben niet op zitten letten. Ik kan nagaan. 4 ogen. Maar ja, we hadden oog voor andere dingen. Even kijken, dit kwart. Ja, 45, 8 punten. 8 punten voor Triple Threat en 7 voor Dozy. 4, 6. Nee, heb ik 1 puntje gemist. Oh ja, dat was de playwork van Amber. Zo, ja. Dus dat zijn we bijgewerkt. Hetzelfde vijftal van Triple Threat nog in het veld. Iris Venema, Katie Bussy, Nomi Halman, Janine Guit en Quinta van Schijndel. Aniek van Schijndel, sorry. Doosje Unique van Veen, Kiki Fleuren, Courtney Treffers, Maaike Klein en Sarah Curran. En Katie Bussy brengt de bal op. Bijna stiel van Courtney Treffers op Nomi Halman. Iris Venema komt de bal halen en gaat alleen naar boven. Speelt uit naar Katie en 3-punter. Nee, Katie hebt vanmiddag de vizier niet scherp staan, helaas. En via Aniek van Schijn nog in de bal uit. Dus balbezit voor Dozy BV Den Helder. Met nog 3,5 op de speelklok. Oh, ik zou het de meiden zo gunnen. Om voor vanmiddag een verrassing te zorgen. Bijna balverlies. Kiki moet naar de grond. En Aniek komt de bal veiligstellen. Ja, Sarah met haar ervaring, Sarah Curran. Ah, zonde. Komt op 18 punten. En Katie Bussy paast uit naar Janine. En de 3 punten van Iris gaat helaas op de ring mis. Rebound was voor Janine van Veen. Kijk nog even kwaad naar de scheidsrechter, wilde een fout mee. En Kiki Fleuren. Nee, ze keek even naar Courtney Treffers. Janine naar binnen en weer naar Seren. Ah, meiden, nu gaan we het weggeven. Sarah komt op 20 punten. Nu gaan we het weggeven. Nu loopt Dozy rap weg. 11 punten verschil. En ja, dat is weer het tweede gedeelte van de vierde kwart. Katie Bussy krijgt de bal van Naomi. Paast af. Ja, ja, en ik wou zeggen... Oeh, Naomi! Janine zag Nomi helemaal vrij staan en die hoefde alleen maar het bal in het netje te gooien, maar ze miste. Rebound was voor Janine van Veen en Maaike Klein met nog 1,35 te spelen. Ik wou zeggen, die gooit de wedstrijd op slot. Nee, nou, nu staat niemand te verdedigen bij Triple, kom op. Bal was voor Kiki Fleuren, speelde naar Sarah Curran. Janine van Veen weer met haar maatje Janine Guit. Maaike naar Sarah Curran. En gooit over de basket heen. En een 24 seconden, want hij raakte de ring niet. Dus een 24 seconden schotklokovertreding. Naomi moet wel lachen, want die had een vrije doorloop naar de basket. Maar ja, die had niet in de gaten dat er al gefloten werd. 11 punten verschil met nog 1-12. Ah, het was even een stille hoop van mij. Maar Sarah Curran gooide die hoop weg met... 2-3 scorers achter elkaar.
Wat eigenlijk niet had gehoeven, maar goed. Dat is nog de onervarenheid. En ja, de starting 5 staat natuurlijk al erg lang in het veld. Nu bij Triple. Coach Dominique wil natuurlijk proberen toch voor die stunt te zorgen. En dan met die starting 5 proberen de puntjes binnen te pakken. Helaas. Zo gezegd, van de week dan hebben we weer een livestream. Weer natuurlijk verzorgd, mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Guk Agency. De aanstaande woensdag, de wedstrijd begint om 8 uur. En dan is die tegen Landslake Lions. En Landslake die staat op de 5e plek. Nou, en als we een keer tegen de top 5 een steuntje moeten gaan uithalen, moet dat dan tegen Landslake gebeuren. En ja, dat zou wel heel mooi zijn. Dus dan kunt u weer afstemmen op de livestream, op deze livestream. De tip-off is om 8 uur en de livestream zal zo rond 7:30 de lucht in gaan, denk ik. Kunnen wij zien hoeveel viewers we hebben? Ja, kunnen we kijken. 214. We hebben 200, ja, zitten zo'n beetje rond de 200 elke wedstrijd viewers. Dus dat zijn onze vaste en trouwe fans, maar natuurlijk ook van de tegenstander. En Janine Guit met haar schotje aanvallende rebound is voor Janine. En de persoonlijke fout werd gemaakt door Kiki Fleure. Dat is haar vierde persoonlijke fout. En pas de eerste teamfout. En we zitten nu al... derde teamfout van Dozy. Bal naar Naomi, ingenomen door Iris. Terug naar Katie. Katie gaat kijken voor de driepunter of naar de drive. En gewoon een schotje. Nee, ze heeft de wedstrijd. Ze heeft niet het vizier op scherp, helaas. En de rebound was voor Yannick van Veen. En Courtney drijft de bal naar Maaike Klein. En Kiki. Ja, nu gaat Dozy natuurlijk de wedstrijd uitspelen. En de rebound is nog voor Naomi Hallman. En een paasje op Janine Guit. En Janine scoort. Heel mooi. Paasje was van Naomi Hallman. Janine komt op 14 punten. En er is even onduidelijkheid. Er werd wel gefloten, maar niet voor een fout, denk ik. Maar er is even onduidelijkheid waarschijnlijk bij de tafel. De scheidsrechter staat bij de tafel. Balbezit is voor Dozy. Zal waarschijnlijk iets met de klok te maken hebben. De schotklok, denk ik. De speelklok staat nog 21,7 seconden. Dus dat zou nog de laatste aanval kunnen betekenen. 27 seconden op de speelklok. En 20 seconden op de schotklok, als dat klopt. Scheidsrechter, nee. Het wordt toch nog even overlegd. En ja, u hoort mij steeds praten over de regisseur. Maar Mark van Ossenbrugge die zit hier naast mij. Dus dat is de regisseur. De regisseur van dienst. En een schotje van Courtney. Nee, een makkelijke rebound voor Katie Bussy. Nou, daar hebben we nu de laatste aanval van de wedstrijd, denk ik. Katie gaat alleen. Samen met Aniek van Schijndel. Bal terug naar Katie. En ze zoeken Iris Venema met de driepunter. Nee. En helaas, we hebben nog 5,5 seconden te spelen. De wedstrijd is gespeeld. Balbezit voor Dozy. En die gaan de bal uitdribbelen, denk ik. Ja. Helaas, Triple heeft niet voor een stunt kunnen zorgen. Maar toch heel lang mee kunnen gaan met Dozy BV Den Helder. En de wedstrijd is afgelopen met de eindstand 55 tegen 64. Verschil is... een stuk kleiner dan de vorige wedstrijd, maar nog net eigenlijk iets te groot om het tot het laatst spannend te houden. Ik had het graag gehoopt en gegund voor de meiden en zeker voor de coach. En natuurlijk ja, de meiden die in het veld staan. Felicitaties voor ons bezoekende team uit Den Helder. Waar we topscorers hebben in de vorm van Sarah Curran 20 punten. Courtney Treffers 16 punten. Sanne van Boelgeest 2. Maaike Klein 4. Femke Slim 9. Amber Leveke Bessie 3. Kiki Fleuren 10 en Yannick van Veen 4. En aan de kant van Triple Threat hebben we 18 punten voor Iris Venema, 1 punt voor Quinten van Schijndel, 14 voor Janine Guit, 3 voor Pien Hartman, 2 voor Aniek van Schijndel en 5, en dat is nog een beetje beneden haar gemiddelde, voor Katie Bussy en 12 voor Naomi Hallman. Hartelijk dank voor het volgen en het kijken en luisteren naar deze livestream. En ik zou zeggen tot woensdag. En dan stemt u dan weer af op de livestream namens onze hoofdsponsor Guk Agency. Heet ik u nog een heel goed weekend en tot aanstaande woensdag.
It's great to be alive today. The whole world around us is breathing, buzzing. We're all getting better, faster, smarter. Everything we touch, touches us. Brands come alive when they've got a heart to love. When they speak up and take time to listen. Challenge and welcome challenges. Move and are on them. It's great to be a brand today, but technology has changed the game forever. Brands used to be built with campaigns. These days, brands are born from content and conversations, fueled by innovation, smart products, and bold experiences. We believe in creating brands without boundaries. By fusing campaigns, content, and conversations into a single big idea. A strong heart beats everywhere. Through mass media and social media, in the digital world and retail space. Because only living brands grow.